Wat gebeurt er als je in quarantaine moet zitten en je samenwoont met je vriendin, maar je tegelijkertijd ook gewoon wil lachen, gieren, brullen zoals je normaal gesproken met je matties doet? Dan ga je een week lang je vriendin pranken. Oh ja, voor de mensen die al een comment aan het tikken waren over het feit dat Steven de Vries dit ook al gedaan heeft. En Calvin, je moet echt niet zo van hem naapen, man. Je bent gewoon niet aan een vieze nakker. Dat mag je typen, maar we hadden gewoon beide hetzelfde idee. Hij was gewoon eerder en hij deed het in 24 uur en ik deed de hele week. Nina wilde een komkommer hebben. Dus ga ik een komkommer halen. Ja, ik doe de boodschappen. Of misschien haal ik wel per ongeluk een courgette. En dan denk ik dat ik een absolute mogol ben. Als je dus mannen naar de supermarkt stuurt en je vraagt om komkommer, krijg je dit. Het was een prank! Ah, nee! Ik heb dit dus gekocht. Dit is liquid ass spray. Ik heb het net boven even getest. Het is fucking ranzig. Dus Nina komt zo weer binnen. Ga ik het gewoon doen. Ik ga hier gewoon de camera opzetten. En als ik dan gewoon het schermpje dicht doe, dan heb je niet door dat hij filmt. Kijk naar poep. Zo. Zo, wat stinkt hier bezig naar poep. Huh, waar is dat? Jij ruikt het ook, hè? Ja. Zo, wat is dit? Otje, heb je echt gepoept? Het stinkt zo erg hier opeens. Ik liet een windje, maar dit is echt niet mijn windje van. Zo, maar ik rook het opeens. Ik ruik het weer. Oh, kom eens hier, Kel. Wat? Kom eens hier, ik ruik het weer. Hè? Ik ruik het weer. Heel intens. Even hier laat zoeken, echt dikke rupta. Jezus. Ruik je dat? Wie doet dit? Gadver. Even de poesjes. Gadverdamme. Het ruikt hier weer. Zo, de knetters. Wat is dit toch? Smerige kat, wat ben je? Jij bent aan het filmen, hè? Wat? Jij doet het! Het zijn niet de katten, jij bent het! Oh, ik word helemaal boos op die poezen! En jij bent het gewoon! Sorry, Lord, ik dacht dat jij het was. Klein beetje vodka. Klein beetje, heb je het geproefd? Doe het af, hè? Doe het. Nee, daar. Thank you.
Nee, niet mijn toeter! Niet dit toeter meer doen, Calvin, ik meen het! Nina wordt gek. Nina wordt helemaal gek. Nina is zo gek geworden dat ze mijn toeter heeft weggegooid in een prullenbak. Maar ik ben een professional pranker. En professional prankers zijn overal op voor. Dus ik ga je wat laten zien. Een professional pranker, die koopt gewoon nog een. Nou, dan ga ik er wel uit. Oké, ga weg dan. We zijn nog jong, nu kan het nog. Ja, maar dat is niet leuk, want ik ben de hele tijd op mijn hoede. Als het dan één hele dag is, is het prima. Maar dit is dan een hele week lang. Dat weet jij, Kel. Ja, dat weet ik. En jij weet altijd wat er komt en ik niet. En dit was het moment waarop ik besefte, genoeg is genoeg. Tijd om het goed te maken. Lieverd, ik heb een verrassing voor je. Wat dan? Ik heb een verrassing voor je. Ja, je gaat, als je me prank word ik echt boos, hè? Nee, het is echt leuk. Kom. Oh my god. Kelvin. Verrassing. Ze heet Nina. Jeetje, waar kom je nou weer aan zo'n ding dan? Dit is jouw eigen teddybeer. Kom je hier nou weer aan? Dit is om het goed te maken. Nou, bedankt. Dit is een goedmaken cadeautje. Welke boyfriend doet dit nou? Zeg het even. Ja, die van mij. Yeah. Mag ik hem wel houden? Gaat hij zo meteen weer weg? Nee, je mag hem houden. Hij is van jou. Bedankt. Alsjeblieft.